mensen, welkom op Amsterdam Centraal. Vandaag ga ik dan eindelijk iets doen wat al heel erg net te lang op mijn bucketlist staat. Met de Intercity Nieuwe Generatie. Na een maand of drie dat ze in dienst zijn, denk ik, is het eindelijk eens tijd om er een ritje mee te maken. Kijk mee! Nou, over 10 minuten vertraging. Gaat het weer goed? En het waait echt hard je mannen van Amsterdam Centraal niet te geloven. Hey, de zon breekt door. Yo, grap. Ik voel me echt cool. Alleen het jammer is, dit is eerste klas. Hier mag ik helaas niet zitten. Ik moet nog een klein stukje doorlopen. Tweede klas plekje zoeken. Allereerste indrukken van deze trein. En omdat het mijn eerste keer is, dat klonk echt alsof het ergens anders over ging. Maar goed, allereerste indrukken. Sowieso, ik voel me net alsof ik in het buitenland ben hier. Omdat alles hier gewoon er zo clean, modern, high-tech. Echt, hele goede vibes krijg ik sowieso al van deze trein. Ik kan niet wachten om er zo meteen lekker over de HSL mee te gaan. Ja. Hallo. Nog ongeveer een minuutje en dan is het vertrektijd. Goedemiddag beste reizigers, van harte welkom in de Intercity direct naar Breda. Het is 12:38 uur, we zijn zojuist op tijd vertrokken van het Amsterdam Centraal. Onderweg zal deze trein voor u stoppen Schiphol Airport, Rotterdam Centraal en onze eindbestemming Breda. Om je telefoon of andere dingen op te laden heeft de Intercity Nieuwe Generatie sowieso een gewoon stopcontact en een USB-poort, wat ik altijd echt een zieke win vind. En ook de eerste paar kilometers vanuit Amsterdam valt het me op. De trein is gewoon heel comfortabel, schudt niet veel. Stoelen zitten prima. Ik heb zo'n voorgevoel dat dit mijn nieuwe favoriete NS-trein gaat worden, mensen. Ik ga heel even iets doen wat een klein beetje illegaal is, want ik mag natuurlijk niet in de eerste klas zitten. Ik zie daar een heel handig loungebankje en ik wil wel heel even dat uitgeprobeerd hebben. Yo, dit is goed man. Mag niet te hard praten, want het is stiltecoupé. Jack, dit is goed. En dan zo dadelijk komen we aan op onze eerste tussenstop, dat is Schiphol Airport. Ik
altijd een standaard onderdeel van mijn treinvlog zijn, zijn de toiletvlogs. Dus, ik ga even een toiletreview doen. Kom met me mee. Yo maat, ik voel me hier net alsof ik in een of andere spacecapsule zit, joh. Ik vind dit echt heel dope. We zijn dus nu over de HSL aan het scheuren. Helaas nog niet met de maximale snelheid van deze trein van 200 km/u. Dat komt omdat de dienstregeling nu nog in combinatie met de Trax Intercity Direct treinen wordt gedaan. Wat dus betekent dat we nu nog 160 km/u gaan, maar voelt ons nog heel snel aan. Yo, en we zijn op de volgende tussenstop, station Rotterdam Centraal. Easter eggje van de Intercity nieuwe generatie. Het fietsgedeelte met handige klapstoeltjes. En dan zit de rit er alweer bijna op, joh, want we komen zo in Breda aan, het eindpunt van deze trein. Yo, dat was echt een super gaaf treinrit. En we zijn geheel op tijd aangekomen op station Breda. Echt de Intercity nieuwe generatie. Ik heb er geen negatief dingetje over te zeggen. Daarmee ga ik de video ook afsluiten. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer leuke content zien? Doe dan blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie bij de volgende video. Ciao mensen!